Hoi, ik ben Bas, klimaatwetenschapper en Europarlementariër. Hey Bas, Anne hier. Ik las op mijn nieuwsapp dat Europese bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot. Hoe zit dat precies? Nou ja, dat klopt Anne. Dat heeft te maken hoe we het Europees geregeld hebben. Dat is het emissiehandelssysteem. Dat is de manier hoe we in Europa regelen dat je voor je CO2-vervuiling gaat betalen. Alle Europese industrie die valt onder dat emissiehandelssysteem. Je mag als Europese industrie een bepaalde hoeveelheid uitstoten en bedrijven kunnen daarvoor tegoedbonnen kopen, eigenlijk rechten, emissierechten. En in de loop der tijd willen we natuurlijk dat er minder uitgestoten wordt. Dus dat plafond gaat steeds meer naar beneden, daardoor komen er minder rechten op de markt. Dan wordt het steeds duurder voor bedrijven om die rechten te kopen. Oké, dat klinkt als een prima systeem. Maar ik las ook dat grote bedrijven juist niet betalen voor hun uitstoot. Hoe zit dat dan? Ja, Anne, dit was de theorie. In de praktijk werkt het natuurlijk dan weer net even minder goed. En dat heeft ermee te maken hoe het begon. Toen we begonnen met het emissiehandelssysteem, vonden heel veel landen het wel een beetje spannend dat hun industrie voor CO2 moest gaan betalen. En het idee was natuurlijk, ja, maar als mijn industrie gaat betalen en anderen niet in de wereld, ja, dan wordt het heel oneerlijk. Dus weet je wat, we gaan die rechten eerst gratis weggeven. Dus dat hele systeem is begonnen met heel veel gratis rechten aan de industrie. Zoveel dat we nu een overschot aan rechten in het systeem hebben, dus er is eigenlijk geen schaarste. Vervolgens het klimaatbeleid, die doelen die waren niet heel ambitieus, dus dat plafond ging maar heel langzaam naar beneden, waardoor er amper een prijs is voor CO2. En nu nog steeds zitten we met het probleem dat heel veel industrie nog steeds gratis rechten krijgt. En vervolgens is er natuurlijk nog die lobby van alle industrie overheen gegaan, die een ondoorgrondelijk labyrint aan regels heeft geregeld, waardoor ze nu nog steeds heel veel gratis rechten krijgen. Ja, dat alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat die CO2-prijs heel lang niet meer was dan 2 biertjes per ton CO2. Maar oké, hoe kunnen we dat fixen dan? Nou ja, kijk, soms zeggen mensen dan van dat emissiehandelssysteem dat werkt niet, laten we dat maar afschaffen. Maar ja, wat is het alternatief? Ja, een CO2-belasting zou natuurlijk kunnen, maar dan vergeten we dat Europees belastingen heel moeilijk te organiseren zijn, omdat elk Europees land akkoord moet gaan met zo'n CO2-belasting. Dat ga je nooit redden. Dus laten we ook naar dat emissiehandelssysteem gewoon kijken, wat in theorie ook natuurlijk goed is. Als politiek bepaal jij hoeveel de industrie mag uitstoten en de markt bepaalt de prijs. Ja, een CO2-belasting, dan bepaal je als politiek de prijs en laat je de markt bepalen hoeveel er uitgestoten mag worden. Ja, wat moeten we doen? We moeten een ambitieuze klimaatbeleid, zodat dat plafond sneller naar beneden gaat. Hè? Meer schaarste, hogere CO2-prijs. Wat we ook af moeten schaffen is die gratis rechten. Het idee was natuurlijk, die gratis rechten doen we om de industrie te beschermen tegen internationale concurrentie. Maar dat kun je ook doen door bijvoorbeeld aan de Europese markt een CO2-heffing voor import te gaan rekenen. En dan hou je eigenlijk ook rekening met de internationale concurrentie. En heel belangrijk, die opbrengsten van dat emissiehandelssysteem moet je gaan inzetten in innovatie, zodat die industrie kan verschonen. Ja, dan heb je een goed functionerend systeem, krijg je een echte CO2-prijs en kunnen we investeren in schone industrie. En hoe zit het dan hier in Nederland? Nou ja, in Nederland hebben we nu de discussie over die CO2-heffing. Hè? Dus dat betekent dat Nederland zegt, bovenop het Europese emissiehandelssysteem gaat de Nederlandse industrie nog extra betalen voor CO2. Maar er is een heel politiek debat over. Sommige partijen vinden dat helemaal niks. Die zeggen altijd, regel dat nou Europees. Maar die partijen vergeten dat je eigenlijk koplopersbeleid nodig hebt. Een land als Nederland heeft het erover, maar ook een land als Zweden of in Denemarken. De Nederlandse industrie heeft liever een Europese CO2-prijs dan dat Nederland bovenop Europa nog iets extra's doet. Dus daardoor gaat Nederland in Brussel eindelijk een ambitieuzer emissiehandelssysteem bepleiten. Dus ineens zie je dat Nederland nu gaat lobbyen in Europa voor een hogere CO2-prijs. En die dynamiek heb je nodig, waardoor wij ook Europees weer een extra stap kunnen zetten op emissiehandel, dankzij die druk van nationale hoofdsteden. Nou, dat is een positieve verandering, of niet? Ja, is het ook. Dit jaar gaat ook het hele klimaatbeleid op de schop, want de regeringsleiders hebben eind 2020 besloten dat die uitstoot van CO2 in Europa met 55% naar beneden moet in 2030. The reason I believe we need to act now is because the facts are staring us in the face.
dus minder CO2-uitstoot. Ja, en daardoor zal de Europese Commissie in juni met een nieuw klimaatpakket komen, wat ook het emissiehandelssysteem zal herzien. Een plafond dat sneller naar beneden gaat, een discussie natuurlijk over die gratis rechten, hopelijk minder gratis rechten, en ook een debat over of we daarvoor in de plaats die CO2-heffing aan de grens gaan krijgen. En natuurlijk ook, wat gaan we met die opbrengsten van het emissiehandelssysteem doen en gaan we dat investeren in schone industrie? Nou, dat wordt nog interessant. Ja, Anne, dit wordt zeker een interessant jaar. Hè? Die hele herziening van het emissiehandelssysteem, dan gaat natuurlijk die bedrijfslobby bovenop zitten om te proberen bijvoorbeeld die gratis rechten te behouden. Dus dit gaat een politiek gevecht worden en wij gaan ervoor zorgen dat 2021 het klimaatjaar wordt met een eindelijk functionerend emissiehandelssysteem.